Serieus, en dan gaan we eerst 3 punten hier zo thuis vandaan. Let's go, 3-2! TPP neemt het thuis in het topsportcentrum in Rotterdam op tegen FCK De Hommel. In het publiek zijn enkele bekende gezichten. De internationals Karim Moussaoui in de gele jas en rechts naast hem Lehsen Bouyouzan, die vorig seizoen nog bij TPP speelde. Even kijken naar mijn oude club. TPP zit toch in mijn hart. En als ik vrij ben, ben ik hier graag. Het mogen duidelijk zijn, Moussaoui en Bouyouzan voelen zich nog steeds betrokken bij TPP. En toch gingen ze weg. En zij niet alleen. Oude trainer van ons, die is uiteindelijk bondscoach geworden. En ja, in de helft van de spelers zijn ook weg. Akari Moussaoui, belangrijke speler. Soufiane Sharawi, Koen van der Leden. En Thierry, wij waren de eerste 5 belangrijke spelers. Uiteindelijk is iedereen weggegaan. Het is toch bizar, is de hele basis weg? Nee, klopt. Sinds het vertrek van coach Max Tjade staat er een oude bekende voor de groep, Appie Marba. Hij moet een nieuw team bouwen waarbij het vertrek van de beste spelers vooral moet worden opgevangen met eigen jeugd. Het is de vraag of TPP niet in 1 seizoen tijd van outsider voor de titel naar degradatiekandidaat is gegaan. Nee, we zijn geen degradatiekandidaat. Ik denk dat we dit jaar sowieso middenmotor zijn. Maar ik zag je wel eerlijk, toen ik hoorde dat ze allemaal weggingen. Ja, het deed me wel wat, weet je. Ik vond het wel jammer dat ze weggaan. Ik begrijp ze wel. Weet je, ja, ik bedoel, als je hiernaast geen werk hebt bijvoorbeeld, of je zit nog op school en je kan centjes verdienen, is het mooi meegenomen. Maar ja, dan heb je de andere clubs, ja, je ziet het ook in de Eredivisie zaalvoetbal. De grote jongens met geld, ja, daar gaan ze uiteindelijk naartoe. Hè? Want TPP heeft de spelers financieel gewoonweg weinig te bieden. Meer dan een kleine vergoeding voor het geven van clinics via gemeentelijke instanties is er niet. Tegen De Hommel speelt het vernieuwde TPP niet slecht. Maar dat de klasse van vorig seizoen er niet meer is, dat leidt geen twijfel. Hier maakt Amin Niyali de 1-1 in een wedstrijd die gelijk opgaat. TPP probeert het spel te maken, De Hommel loert op de counter. Vooral het gemis van Moussaoui, vorig seizoen de aanvoerder, doet zich voelen bij TPP. Ik ben hier niet eigenlijk heel prettig weggegaan, maar dat hou ik privé en dat weet de club ook. Ik ga dat ook niet uiten op tv. Alleen ja, ik zou een contract krijgen, die heb ik niet gekregen. Laten we daarop houden. En we hadden bepaalde voorwaarden, zeg maar, afspraken gemaakt dat de rest van de jongens ook zouden blijven. En die waren dus weggegaan. En ik moest wel blijven, zeg maar. Daar kwam het een beetje op neer om het kort te houden. En ja, toen kwam over Kubo. Ja, die was al jaren met mij bezig. Altijd nee gezegd, omdat TPP toch mijn club altijd is gebleven. Nog steeds trouwens. Alleen ja, ik wil ook iets nieuws. Ik sprak de jongens die weg zijn, die willen ook wat nieuws. Ja, puntje bij paaltje is het op deze manier gelopen, helaas. En dus zijn de beste Rotterdamse spelers weer vertrokken. Omdat ze sportief elders meer perspectief zien. En ook omdat ze daar een zakcentje krijgen. Dat is wel wat ik jammer vind, weet je. Het lijkt wel dat wij de talenten klaarstomen voor de andere teams. Bam, explosief. 1,5 minuut lang, knallen. Het is echt, echt dood en doodzonde. Ik zeg, ik heb het altijd met die Rotterdamse jongens erover, bij het Nederlandse team. Of als ik ze buiten tegenkom. Het is zo zonde dat Rotterdamse jongens eigenlijk overal nergens spelen. En als je kijkt, als je die hier in deze mooie hal, naast de Kuip, ja, wat wil je nog meer als je die hier kan krijgen? Dan denk ik dat de zalen vol gaan zitten. Dan denk ik dat mensen bang worden om hier te komen voetballen. Het zou mooi zijn, maar om echt die Rotterdamse topclub te worden, zal er ergens een geldkraan open moeten. Voorlopig bouwt Marwa nog aan zijn team. Vandaag levert het geen resultaat op. De Hommel wint met 4-3, al had een gelijkspel de verhoudingen meer recht gedaan. Misschien komt het niet uit op resultaten, maar we merken wel dat we als team opbouwen. Sinds wedstrijd 1, start 1 seizoen dit, tot einde wedstrijd van vandaag merk je wel echt dat we opbouwen. En het is een kwestie van vertrouwen. Bestuur is ook achter ons, die staat ook achter ons. Supporters blijven achter ons staan en daar blijven we keihard aan werken. TPP staat na 6 wedstrijden 10e van de 12 Eredivisieclubs met 4 punten.